Het barst in Nederland van de verzamelaars. Maar niet iedere verzamelaar begint een museum. Ik ga in Noord-Brabant op zoek naar de drijfveren van 14 directeuren van privémusea en hun uit de hand gelopen hobby's. Nou, we zijn nu in de Wolfsburcht, in onze uit de hand gelopen hobby. Mijn ouders die zijn in 1960 getrouwd. Ik ben in 1962 geboren. En toen hadden ze een kever, een trekhaak achter zijn kever. En een kaart met twee koeien erin. Dat was bij elkaar 1800 kilo. Dan kon je niet harder dan 60 rijden. En omdat die kever best veel te lijden had, kocht hij ieder jaar een nieuwe. Ik ben eigenlijk met de paplepel daarmee dat er maar één auto was die goed was. En dat was een kever. Het is bij mij eigenlijk precies hetzelfde met de paplepel ingegeven. Als gezin gingen wij ook met de kever op pad. En dan echt met het gezin met zeven in totaal. Dus ja, was best wel krap, maar voor die tijd was dat helemaal geweldig. André heb ik leren kennen. Wij kregen verkering en dan kwam hij me halen in een kever. Dus zo zijn wij... In een rode kever, die daar staat. Kever. Ja, we waren goed en wel getrouwd. En toen begon het te kriebelen bij André van... ja, ik wil eigenlijk wel een kever voor onszelf gaan restaureren. Dat ging van start. Maar ja, dat was een hobby. En ja, we hebben ook een melkveebedrijf gehad. 2 jaar terug zijn wij gestopt met het melkveebedrijf. Ja, dat heeft hoofdzakelijk wel te maken... dat er één politieke partij in Brabant was... die vond dat er 50% minder boeren moesten komen... En toen moesten wij zoveel investeren om nog aan de nieuwe milieueisen te voldoen. Dat ik zeg van, nu staan eigenlijk de leeftijd, het fysiek wordt het zwaar, het melken. En de koeien bijhouden. Dat we zeggen, nu staan eigenlijk alle verkeerslichten op groen. Om de stap te maken dat we de koeien afstoten. Maar dat doet me nog steeds erg pijn. In 2000 hebben we ons eerste pand geopend, hier 300 meter verderop. Dat was een bescheiden pand. En 7 jaar later kwamen we er eigenlijk achter dat dat veel te klein was. Groeide uit als jasje, ja precies. En toen konden we hier grond kopen en 2 keer zo groot bouwen. En inmiddels hadden we ook al een aantal kevers zelf. De brilkever is in 1950 naar Noord-Zweden verkocht. Daar heeft hij tot 1962 gereden. In 1962 is hij in de schuur gezet. En in 2011 is hij gevonden door iemand. En dat is een collega van me. En die heeft er een accu in gezet, benzine ingegooid, banden verwisseld... en nog wel andere activiteiten gedaan en starten en lopen. Hij is super origineel. Zo staat hier ook geen ene kever meer bij. Want er zijn eigenlijk nog genoeg mooi gerestaureerde brilkevers. Maar zo'n schuurvondst vinden in deze staat, daar ga je nooit meer vinden. Hij is technisch in orde, dus we hopen ermee te gaan rijden. Het is tenslotte ook een soort van cultureel erfgoed. En er hangt een hele grote, lange geschiedenis aan vast. En ja, als je dat hier kan vertellen aan de bezoekers, is dat gewoon heel erg leuk. Word je zelf elke keer weer opnieuw word je enthousiast in het verhaal wat je over kan brengen aan jong en oud. En ja, dat is het leuke van het museum. In 1953 is de productie van de brilkever gestopt en ging men over op de ovaaltjes. En het grote verschil was dus toch wel de achterkant, het stijltje ertussenuit en het ovale achterraampje. Wel kenmerkend, we hebben net de bril met een klein achterlichtje gezien. En hier zit een achterlichtje op met een hartje, de zogenaamde hartje-achterlichten. Hier zie je het type, of een sierplaatje van het Wolfsburg-logo met de wolf, de burcht en het water. Omdat in Wolfsburg, Duitsland,
de eerste Volkswagenfabriek gebouwd is. Ons eerste pand, dat hadden we de naam gegeven, de Wolfsburcht. En ik vond het dan mooi dat ons nieuwe pand, het museum dus ook, dit logo als contouren aan de voorkant van de gevel kreeg. In 1938 is de eerste steen gelegd voor de fabriek. En die fabriek die moest gebouwd worden, dat kostte geld. En de Duitsers die konden toen al gaan sparen voor een kever. En dan moest je iedere week met 5 mark naar het postkantoor gaan om een zegeltje te kopen. En als je dan 4 volle spaarkaarten had, dan kon je in 1940 een kever gaan bezitten. Nou, hier staat de auto van onze dochter. Want ja, het is niet gebleven natuurlijk bij onze ouders en bij ons. Wij zetten het voort. Wij hebben natuurlijk beneden in de shop heel veel onderdelen waar we ook soms mee naar beurzen gaan om onze onderdelen te verkopen. En de kinderen gingen al op jonge leeftijd mee. En zo ging onze oudste dochter op een zaterdag ook weer mee naar een beurs. En spullen verkopen. Inmiddels was ze 18, 19, denk ik. En elke keer voor de kraam kwam er een jongen voorbij. En dan stond je even wat spulletjes te bekijken. En dan lachte een keer. En hij ging weer. En hij kwam weer terug ergens op de dag. En nog een keer. En ik denk, wat is hier nou aan de hand? En nou ja, wat bleek? Hij had wel een oogje op onze dochter. En aan het eind van de dag hebben ze dus ook 06-nummers uitgewisseld. En zijn ze op date gegaan. En nou, om lang vooral kort te maken, ze zijn getrouwd. Inmiddels hebben ze 2 kindjes. En ja, zijn ze nog steeds kevergek. Onze tweede dochter kocht ook een kever op haar 18e. En heeft ook heel veel jaren gereden met de kever. En ook zij heeft nog steeds die kever. Dus... Ja, alleen haar vriend. Ja, dat is dan... Nee. De vriend, die heeft de Franse auto. Ja, dat moet echt van het hart zijn. Niet zo flauw doen. Welke auto zou je nu willen gaan zitten? Welke pak je dan? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Eigenlijk mijn auto waar ik de meeste passie altijd mee gehad heb, die ik zelf helemaal gemaakt heb, dat is die geel met zwarte racer. Die auto is alleen in Duitsland verkocht. Antoinette pakt de Hepmuller en ik pak de geel zwartrenner. Dat is dus een tweezits kever cabriolet. Dit model is in 1949 gemaakt. En vandaag de dag zijn er dan nog 155 van op de wereld. En ik heb eigenlijk 40 jaar gezocht om zo'n auto te kunnen aanschaffen. Maar toen ik 20 was hij te duur. Toen ik 30 was hij te duur. En vorig jaar, toen kreeg ik een tip van iemand dat deze in Engeland in Londen te koop stond. En toen heb ik direct alles uit de kast getrokken tot 's nachts 1 uur toe om die verkoper te benaderen. En ja, nu staat hier dus een Hepmuller in ons museum. Sinds een paar maanden pas, hè? Sinds een paar maanden. Hoe voelt dat nou? Bijzonder, heel bijzonder. Ja, ik heb een keer een klant gehad en die vroeg, mag ik even in die rode bus zitten? Ja, dat was toch wel een oudere, serieuze man. Dus Antoinette, die wil je deur open doen. Dus ik ga die deur open doen en hij gaat erin zitten. En hij barst spontaan in snikken uit. Want vroeger hadden ze thuis een bus gehad en al zijn emoties van vroeger kwamen weer om te boven. Ja, mensen komen met heel hun verhalen en hun problemen soms vertellen ze je. En dat is best wel heel bijzonder om dat ook mee te maken. En daar dan ook een stukje van je tijd aan te kunnen geven. En ja, dat maakt het ook speciaal. Ja. Als ik hier een paar dagen niet geweest ben en ik draai de deur open, dan denk ik soms nog wel eens na zoveel jaren van oké, is dit ons pand? En is dit wat wij hier neergezet hebben? Ja, dan... Het lijkt het heel af en toe zelfs een droom, zeg maar. En ja, dan het besef, ja, oké, dit hebben we toch maar door hard werken bij de boerderij erbij gebikkeld, zeg maar. En ja, dan, noem het ja, gepaste trots misschien. Ja, ik weet niet. Het is, dan vind ik het toch knap eigenlijk best wel dat we dat zo bereikt hebben eigenlijk. Ja.